Een hele goede morgen. Wat is het licht fel? Oh, is een tijd al niet zo lekker weer geweest. Het zonnetje schijnt. Het zou hartstikke lekker weer moeten zijn. Welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben dit vlogding echt goed aan het volhouden en goed aan het doen. Het is 9:50. En ja, de meeste mensen moeten wel om 8:30 op school beginnen. Zo ook ik. Ik dacht dat ik een fysio-afspraak had, maar die bleek op een ander moment te zijn. Daar kwam ik net pas achter. Dus ik was, zal maar zeggen, ik had wel mijn wekker best vroeg gezet. Omdat ik wel thuis hier wilde werken. Aangezien ik echt zoveel te doen heb. Maar ja, die gaat dus niet door. Dus nu ben ik gewoon heel erg te laat voor niks. En ik heb ook al mijn Frans en zo die ik dan heb zo meteen verzet. Naar morgen. Oké, let me film my outfit. Het is echt best wel een pende in mijn kamer. Oké. Ik heb dit shirt aan. Deze is van Zara. Deze broek met deze streep zo aan de zijkant. Die is van Brownwee. En deze schoenen zijn Vans Platform Old School. Dus. Doei Prem. Mis me niet te veel, hè? Hè Prem? She clearly loves me. No, she just loves the cup out. Doei Tess! Tess! Ja. Succes met je wiskunde! Ik hoor er geen zak van! Succes met je wiskunde! Dankjewel. Don't die! Als jij. Wat? Als jij. Love it. Hola, ik ben thuis van school en ik moet even stoppen met daarin te kijken. Oké, okay, klaar. Hoi, welkom bij Beauty Gloss en vandaag. Opeens Beauty Gloss op. Het is echt tanto lekker weer buiten. Love it. Het wordt ook de hele week waarschijnlijk lekker weer. Echt, ik ben fan. Ik ga even een aprikoos pakken, denk ik. Ik moet zo werken. Ik kwam er dus vandaag achter. Ik heb morgen het Frans en zo. Ik heb alles Nederlands, Frans, Frans, Nederlands geleerd. Blijkbaar hoeft hij alleen Frans-Nederlands leren. En dat is gewoon wel een moment in mijn leven dat ik jammer vind. Weet je hoe ziek veel werk Frans-Nederlands is in vergelijking met Nederlands-Frans? Nee, hoeveel werk Nederlands-Frans is in plaats van... Wacht. Hoeveel werk Nederlands-Frans is in vergelijking met Frans-Nederlands? Dat is echt... absurd. Alles wat ik duidelijk om even checken wat we vanavond gaan eten. Is gewoon een, iets waar hoe ik door de dag heen kom. Morgen eet ik pasta met spinazie, roomkaas, rode ui, paprika en zalm. Thank the Lord. En woensdag eten we zoete aardappelfrietjes. Ook al top. Oké, ik ga weer buiten muren. Even nog een glaasje water pakken. Keep yourself hydrated, zeggen ze altijd. Goedenavond, ik ben terug van werk. It was just lit. Oh. So dark and mysterious. Zo grappig met lichte... kloten. Maar ik ging dus net aan de kapsel kijken en ik vond iets superleuks. En ik ga het nu aan jullie laten zien. Want ik vind het echt heel erg leuk. Oké. Okay. Ja, daar gaan we. Ik vond mijn moeders oude Levi's jasje. Ja, yeah. Zo, op die manier. And I love it. Hij is echt lekker oversized. En lekker, ik kan lekker een trui onder. Ik ga die echt permanent stelen van haar. Ik hoop niet dat ze hem nog terug wil. Goedjes. Hoe snel mijn kamer dan onopgeruimd lijkt. Met gewoon een aantal dingen die dan heel eventjes... Zo irritant. Oké, okay. Opruimen. Nou jongens, ik ga slapen. Dat was het. Goedemorgen. Het wordt vandaag echt super lekker weer. Zomaar als in 25 graden lekker weer. Ik vind een hele plotselinge overslag. Ik zit qua gevoel nog meer van... Kan ik een spijkersje aan of niet? Maar dat is gewoon niet eens een vraag meer op dit punt. Dus ik heb dit aangetrokken. Hartstikke leuk in zomers. Rood jurkje. Ik heb deze sterrenpanty aan. En ik heb mijn Vans aan. En ik heb een spijkersje aan. Dus ik vind het wel grappig staan. Het is weer vroeg. Ik heb het weer zwaar. Jullie kennen het verhaal. Ik zweer weer eens. Evie is haar onhandige zelf geweest en heeft lekker geknoeid op haar jurkje die ze voor het eerst aan heeft. Lekker. Dus ik heb nu maar de zwarte versie aangedaan. Jongens, zo chill. Het is zo lekker weer buiten. Dus ik ga lekker buiten zitten.
En daar hangt mijn rode jurkje. Maar dit is ook hartstikke leuk. Ik ben thuis van school. En ik heb net even geluncht, want ik eet eigenlijk nooit op school. Fun fact, ik haat eigenlijk boterham meenemen naar school. Want het wordt gewoon altijd heel erg slap en zo. Dus meestal lunch ik gewoon om een uur of half vier als ik thuis kom van school. En dan van tevoren eet ik gewoon een pakje crackers op school. Maar het is echt super chill buiten. Dus ik ga even lekker buiten een boekje lezen voor de lijst. Oké, jongens. Aangezien ik ongeveer over een maand naar Aldi ga. En ik zal maar zeggen al 5 maanden geen poot heb uitgestoken. Denk ik dat het weer eens tijd is om misschien even een workout te doen. Een workout betekent in mijn ogen 5 minuten 3 crunches doen. Dus verwacht niet te veel van me. Maar we gaan dit doen. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Oh. Het wordt vandaag super heet volgens alle weer dingen. Het zou echt 28 graden worden. Dus de dag is aangebroken. Ik heb een rokje aangedaan. Fun fact, ik haat het eigenlijk om rokjes naar school aan te doen. Want ik weet niet, je benen gaan zo tegen elkaar plakken. En ik hou er gewoon niet van op school. Maar ja, als je lange broek aandoet, dan kill je jezelf ook echt. Dus ja, yeah. Zo typisch. Het moet of zo weer zijn, of het gaat regenen en dan is het kut weer. Waarom geef je me gewoon iets ertussenin? Overigens, ik zal nog even mijn outfit filmen. Ik lijkt opeens wel bruin. Deze camera maakt me altijd zo wit. Ik heb mijn spijkers van moeder aan, van Levi's. Gaat dit werken? Dit rokje heb ik aan en deze schoenen. Ik ga even naar de spiegel. Ik ga eventjes op mijn trap staan, dat is misschien iets handiger. Ik heb deze shirt aan, is van Primark. Jasje van Levi's van moeder. Deze van Pull & Bear. En deze schoenen heb ik op ASOS besteld. Dus, that's what's going on here. Wat gaan we doen, vriendje? Vaatjes aan het drinken. Ja. Nou, hartstikke zin in. Oh wow. Oh. Oh wow. En? Dat was een ziek raar. Ja, zie je, het is gewoon een raar gevoel, maar het is een... Oh my god. Maar dit is niet zo blij, toch? Ja, nu brandt het een beetje. Ja, het wordt een beetje warm. Voor de rest, gebeurt er niks aan. Het is even naar de maat, denk ik. Oh my god! 2 graden in je oren. Yeah. Look at yourself. Your point is so pretty. Oh, het is echt ziek raar en rood. Ja, het wordt een beetje rood, maar het trekt zo weg. So pretty. Oh my god. Oh my god. Het is zo dunne op mijn oorlog bij niet past. Yeah. Ik had net een meisje met zulke dikke oorlog als het vinkst wat niet. En ik heb haar zeg maar. Maar ik denk dat jij eerder bloed spreekt. Jullie doen allebei dezelfde reactie. Ja. Ze hebben best grote puntjes. Ik vind het erg hoor. Maar gewoon mooi. Ja, ze zijn best groot. Gewoon dit. Mijn waren echt sommige heel klein. Nu kun je het beter zien in zomer. Niet doen. Nee, dat doe ik niet. Respect. Ja, moeder zou het je moeten teruggeven. Echt? Oh, voor ze helemaal niks. Dit is echt best. Oh my god. Oké, ja, top. Puntje. Jongens, het is heel leuk. Ja, kom eens met de tas, ook. Doe ik even een pakje. Hallo. Hallo. En ik heb gaatjes. Oh my god. Nee, doe met pizza's. Ik moet eerlijk zeggen, het was vannacht echt een hel in mijn bed. Zo warm, dus ik heb het raam ook wagenwijd opengezet toen het eenmaal begon te regenen. Ik ga nu nog even laten luchten, denk ik. Zoals elke dag. Komt het weer, het outfitshotje. Als mensen trouwens denken van, oh, waarom laat je elke dag je outfit zien? Er wordt gewoon altijd heel erg naar gevraagd. Dus dan doe ik het hartstikke graag natuurlijk. Ik heb gewoon spijkers aan. Ik heb dit blouseje aan met hierboven sommige van die ruffels en onder ook. En dan de zijkant ook en zo. Deze broek. En oh, trouwens, dit jasje is van Runway. De blouseje is van Zara. Deze broek is van Gap. Nee, ja, Gap, ja. Die heb ik in Parijs gekocht. En ik heb gewoon weer lekker mijn vans aan. En ik heb mijn glittersokken aan. En I love deze schoenen. Ik, ja, heb ze nu al de hele week aan. Yay! No regrets, though. Overigens had ik me weer vergist in de tijd. Want ik dacht dat ik vandaag mijn idee moest komen ophalen. Maar dat was volgende week, dus ik ben echt pas net 10 minuten wakker.
Dus ik ben best trots op mezelf hoe ik dit heb gefixt. Goedemorgen, ik heb me gisteravond verslapen. Dus ik moet echt super snel naar de gemeente. Dus ik moet echt super snel naar de gemeente om mijn ID op te halen. Dus, maar ik kom hier zo terug. Ik heb niet eens make-up op. En ik zie er echt dood uit. Goedemorgen, voor echt deze keer. Ik moet wel eerlijk zeggen, de afgelopen weken en de afgelopen dagen zijn gewoon super saai. Dat ik het heel erg druk heb met school en andere verantwoordelijkheden. Dus het is een beetje allemaal herhalen. Dus ik snap als jullie misschien deze vlogs afgelopen tijd wat minder interessant vinden. Ik heb een purple trui aan, super comfortabel. Levi's jasje, deze van H&M. Levi's topshop broek. En ik heb mijn Vans platform. En ik heb dit in mijn haar. En dit is van Costus. Het is met een soort van, ja, panterprint en dan kobaltblauw. Love it. Oké, we gaan naar school. Hey Pietje, wat hebben we net gedaan? Yeah.